Goedemorgen en superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Deze week ga ik op bodykamp. Vandaag is the day before. Want morgen ga ik naar Stroe, ergens daar in de buurt. Ik weet niet meer precies hoe het heet, dat vergeet ik iedere keer. En dan ga ik op bodykamp. En natuurlijk gaan Francis en Murren ook mee. Het is niet alleen maar leuk. Want, nou ja, bodykamp wel. Maar ik ben gisteren, nou ja, we weten het nog niet zeker. Maar ben ik de sleutels van mijn moeder waarschijnlijk kwijtgeraakt. Dat is wat minder. Maar die vinden we vast wel weer terug. Dus ik ga zondag tot en met donderdag op bodykamp. En dan ga ik proberen heel veel te filmen met de GoPro. Ik mag ook 1 uurtje per dag mijn telefoon. En dan kan ik misschien wat kleine stukjes filmen van waar Blondie staat en Boris. En hoe het met hun is en dat soort dingen. Daan gaat namelijk ook mee en ik denk dat Daan het wel goed vindt. We moeten met neonspullen beginnen. Dus als we de paarden gaan brengen, komen we allemaal in onze neonspullen. En dan is dat hartstikke grappig. Maar we beginnen nu eerst met een goede ochtendwandeling. Samen met Alice. Want dat kan ik, als ik op bodykamp ben, niet meer doen. Want dat, ja, dat kan ik op bodykamp niet meer doen, omdat Alice niet meegaat helaas. Ah, ik ga nog even lekker wandelen. Met de live chat en we hebben net goed nieuws gekregen. Wow. De sleutels zijn terecht. Ze zijn gevonden bij de sleutelmaker. Daar zijn ze vergeten. Dus die gaan we zo ophalen. Maar ik ben nu met de live chat bezig van deze super mooie video. Van mijn krentenbaard. Nu over enigszins. Je ziet nog wel een witte vlek. Maar ik ga verder live chatten. Tessa heeft net boodschappen gedaan en wij staan voor de deur. Echter, het giet buiten. Ja. Dus dan is het het moment om... Moments te eten. Oh, het is gestopt met regenen. Sst. Het regent keihard, dus wij gaan moments eten. De gietbui is net over. Maar we gaan vanaf school gaan we wel weer heel erg gezond eten. Want zelfs Tessa, die begint ietsje voller te worden. Dat zijn we niet gewend van onze Tessa. Dus, oké. Okay. Karamel, doei! En we zijn weer onderweg naar de manege toe. Ik heb hier... De appel lick it, want ik, volgens mij vindt Verona het ook wel heel erg lekker. Ik vind zelf de appel lick it. Behalve dit stuk plastic ook heel erg lekker. Dus deze gaan we nu ophangen, want die wortel die hebben ze al opgegeten samen waarschijnlijk. En als Verona bezig is met haar zout... Liksteen. Dan daarna gaat ze ook aan het rode ding zitten lebberen. Dus ik denk dat ze deze ook wel heel erg lekker vindt. Moet ik deze weer even uitvogelen hoe ik dat nou ook weer open moet maken. Maar dat lukt denk ik wel. Zo gaan we even naar de sleutelmaker. Want de sleutels zijn er. We hebben de sleutels weer gevonden. Die waren er kwijt. Ja, dat heb ik allemaal verteld. Goed zo. Dus nu gaan we naar beneden toe. Ik ga even op land zetten. Ja, en dan gaan we vanmiddag rijden. Nou, we gaan in ieder geval de paarden op land zetten en dan gaan we even kijken wat voor weer het wordt vanmiddag. Ja. En de trailer moet ook nog ingepakt worden. En als het lukt en het weer het toelaat, dan kunnen we ook rijden. Wij gaan naar beneden toe. Dan zie ik jullie daar. Ik ben bezig met spullen voor de trailer te pakken. Ik heb al 2 achterkappen, 2 voorkappen,
En ik ben nu nog op zoek naar één voorkap. Ik weet niet waar ik die heb gelaten in deze tas, maar als het goed is inzitten. Hebben ze. En mag ik aan de sleutel? Die gaan dan in de trailer voor ponykamp. We zijn weer op de Arkhoeven. Oh, na ja. De chocoladebui. Chocoladebui? Je moet toch chocola zitten eten in de auto omdat het regent, hè? Ik pak eerst mijn bruine setje. Roze setje. Moet ik even een betere plek ervoor vinden. Ik denk dat je ze rechtop kan zetten. Of ik hang ze zo hier aan. Nee. Deze handdoek moet dan ook weer ergens. En dan heb ik het best wel koud in de wind. Wat ga je doen? Ik heb het koud in de wind. Ja, we gaan. Je wilde buiten rijden, een paarden van het land halen. Dat gaan we dan doen. Dan voor ponykamp gaan moeders en ik nog op buitenrit. Daarna als moeders. Tot donderdag alleen. Nou ja, zo bleef het denk ik wel. Hoe lang heb je het nou zonder mij gedaan? Hoe oud was je toen ik werd geboren? 35. Dus je hebt 35 jaar lang zonder mij gedaan? Ja. Dan denk ik dat die 5 dagen ook wel lukt. Denk je ook? Ja, ik kan echt stilslapen. Maar mijn moeder zei dat ze in een kasteel gaan slapen samen met mijn vader. Dat ze op de heide wandelen. Dat is ook wel weer heel erg leuk. Er zit een blondie. Er is een vrouwtje. Wij proberen Blondie weer van alles en nog wat te eten. Net heeft ze een brandnetel geprobeerd. Dat vond ze nogal raar. Hier mooie wilgenbomen. Hier staan de koeien. Nou ja, ik weet niet waar ze nu zijn, maar hier horen ze te staan. Hier is heel een natuur. Oh, daar is heel een natuurgebied. We gaan dadelijk bij die Blondie. Oh, en Blondie eet bloem. Kijk, hier nog meer bloem. Mag niet. Die witte planten wil ze ook graag eten. Dat mag niet. Ja. En we zijn het uit op bos. Yay. Jij nog wat op te zeggen? Nee. Ik ga hier lekker rijden. Oh, mooi in het bos. Niet zo winderig. Ja. Jumpy. En bij het welbekende schuurpad. Terug bij het welbekende pad. En ze vonden net niet heel erg spannend. En dat duurde wel eventjes. Dus daardoor zijn we iets later terug. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Dus wij gaan nu naar stal toe. Nou, de meisjes zijn super zenuwachtig. Maar er klaar voor. Blondie hoeft er nog niet in hoor. Oh. Sorry! Ze waren een reels aan het opnemen. Sorry. Doe nog maar een keer. Paarden. Hebben jullie er zin aan? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zijn jullie zenuwachtig? Een beetje. Ja, dus. Nou, hier staat alles klaar. We hebben de auto van Daan. En onze auto. Dan gaan we zo in kolonnen. Ja, Omar! Ja, ja, genoeg! Iedereen is wakker! Complete alarm gaat af hier! 'S Ochtends, heel vroeg, iedereen sliep, nu niet meer. Oké, we moeten nog paspoorten hebben. Alles is ingepakt en alles staat klaar. Het enige wat nog ingepakt moet worden is Blondie. Blondie die is nu nog even haar afscheidrondjes met Fona aan het maken. Die staat nu in de stad wonen. Dus kom mee, ik ga laten zien wat je kan maken. Hier is de mooie zadelkamer. Ik heb hier slobber en snoepjes. En ook nog een extra emmer en oerbalans. Heb ik hier mijn oorstel. En heb ik hier een extra halster. Dan heb ik een klein zweetje mee en een zweetmes. Dan heb ik ook nog een spons mee voor hoofd. Dan heb ik mijn body protector. Dan heb ik hier de 4 dekjes. Dat is voor elke dag een nieuwe. Dan heb ik mijn vliegendeken, voetspullen, laarzen en hier mijn zadel.
Dan heb ik hier extra poetspullen, schoonmaakspullen, weer extra touwhalsters, halsters, dat soort dingen. Allemaal peeskappen, sporen. Heb ik hier vliegkappen. En dat was het denk ik wel. Je hebt nog een trapje bij je. Ik heb daar helemaal achterin ook nog een krukje staan, maar dat zie je niet echt. Dan heb ik hier ook nog een extra regenjas en schoonmaakboekjes, spiegel. Maar dat was het wel. En de trailer die ik ga halen, die blijft daar ook staan. En ik heb hier mijn sleutel bij me en die hou ik altijd bij me. Dat ik altijd in de trailer kan, want dit is nu mijn kast. Ik kan daar ook mijn kleding neerleggen, maar ik denk dat dat iets te veel van het goede wordt. Goed zo, meisje. Hallo, wij gaan op ponykamp. Zo. Ik weet niet wat je doet, maar... Maar zo kunnen we alle drie perfect op beeld. Hallo. Hallo. Zijn jullie er klaar voor? Ja hoor. Ja. Jee! We rijden achter Dana. Ik zie, Tessa die moet heel veel poetsen, want Blondie heeft geblaast. Wacht. Zo, nou lekker stalletje hoor. Wel een eenzaam stalletje, want je hebt geen snuffeluif. Ik kan die wel open doen. Welke? Wat ga je open doen? Roxy. Oh. Ja, dan wil ik die wel. Dat is in ieder geval iets. Blondie heeft een zeepplasje gedaan, dus nu is alles nat. Ook aan de voorkant is het nat. Dus ja. We hebben hier in het zitgedeelte alle banken al naar de zijkant gedaan, zodat we hier dadelijk één grote dansvloer hebben. Iedereen is daar nog eventjes aan het eten. Die komen net terug van buitenrit. Het is nu 8:00. Hoi. De bontenavond is in volle gang. Jullie zien mijn glitter en mijn outfit. Het leukste is dan natuurlijk als we bij de lamp gaan staan. Ponies, kom mee. We zijn daar klaar voor. Het is buiten al een heel klein beetje licht geworden. Dus misschien kunnen we buiten nu ook iets zien. Ja, kijk. Clive en Tessa en Puk. Die waren als eerste klaar met opzadelen. Cesar vindt mij nog niet heel aardig vanmorgen vroeg. Kijk, dit is oprecht een douwrit, hè? Dat heb je wel met die kou. Nou, we zijn hier aan het opstellen op de... Wat is dit? Dit is de hei. Hier is precies een boom. We moeten even een stukje verder stappen, want we hadden last van de zon. We hebben iedereen even opgesteld hier. Woe! Voor een mooie foto. Dus, we hebben mooie foto's gemaakt, hoop ik. Misschien word ik wel fotograaf in mijn volgende leven. Vandaag is het donderdag. Dat betekent dat ponykamp er weer op zit. Ik ga nu naar de Arkhoeve om even een trailer te halen. Daar worden spullen in vervoerd. En dan ga ik naar ponykamp toe om Tessa, Murren, Julie en Francis te halen. En dan nog twee paarden, Blondie en Icarus. Die gaan dan allemaal mee terug. Normaal rijd ik met Rick omdat ik het nogal ongezellig vind.
mijn achterruiter is eraan staan om in mijn uppie dat hele eind te rijden. Want het is best wel een behoorlijk stuk rijden of zo. Komt Vijkenbroek. Maar goed, nu kan één ouder thuis blijven. Dus dan ga ik wel zielig in mijn eentje helemaal dat eind rijden. Ik ben een paar dagen met Alvin weer geweest. Dus we hebben de afgelopen dagen weinig gefilmd. Ik hoop dat jullie hiervoor dingen van Bonnekamp gezien hebben. Want Tess had wel de GoPro bij zich. En ik heb wel wat beelden vandaan. Dus jullie hebben vast iets gezien. Maar of het veel is, dat weet ik niet. Ik heb tegen Tess ook gezegd, geniet gewoon van je Bonnekamp. En laat het filmen maar even los. Op het moment dat je andere dingen te doen hebt. Want soms is vakantie ook gewoon heel erg belangrijk. Ik verwacht zometeen 4 dodelijk vermoeide kindjes in de auto te hebben. Dus of ik dan veel ga filmen, dat weet ik nog niet. Maar ja, wat ik zeg, ik ga nu naar de Arkelhoeve en dan ja, gaan we daarna naar Poot Vijkenbroek. De trailer is erachter. Het is niet onze De Boer on Tour, die gaat op de terugweg mee. Dit is die van de Arkelhoeve. Daar kunnen ze spullen in stoppen. En ik ga nu heel lang rijden, alleen. Ik ben hier samen met Jolie en Maren. Ik zeg je naam goed, ik ben echt blij. Daar hebben we echt heel Bonnekamp op geoefend. Ja. En Jolie, ik en Maren zijn aan het tekenen. Ik ben vergeten om op Bonnekamp te filmen, sorry. Daan die heeft wel stukjes gefilmd en leuke foto's gemaakt. Wij gaan nu samen met Icarus en Blondie daarachter ergens naar de Arkelhoeve toe. Welke en die zijn. Dat zou ik doen. En die zijn echt maatjes geworden. Want ze liepen op een gegeven moment samen voorop en Blondie ging naar achter en Icarus dacht, huh? En sindsdien zijn ze vriendjes. Zij gaan naar huis toe. Zo, de trailer is al open. De paarden hebben flink doorgepoept. Ja. En geplast hier. Blondie. Die heeft hier zelfs spuitpoep. Dus dat wordt even flink poetsen. Maar even kijken. Ze is er weer. Fikke paard. Ja. Is er. Ze is er weer. Ik ben hier, het is vandaag vrijdag. En ik ben hier samen met Boris. En ik ga Boris weer rijden sinds een week. Boris is wel een beetje speels. Hij wil de hele tijd spelen en dingen doen. Dus volgens mij wil hij weer actie ondernemen. Ik ga Boris rijden. Ik ben de hapjes aan het maken en dat betekent dat het einde van de dag is. Dus super leuk dat je hebt gekeken.